ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een mooie, hoge, strakke staart kan maken zoals ik heb geleerd bij Bee Academy. Jullie hebben misschien al voorbij zien komen bij een aantal vlogs en zo. Ik heb flink zitten oefenen om een goede, mooie, strakke staart te maken. Ik ben echt niet de beste daarin, het is echt lastig, maar hey, ik weet nu wel een beetje de basismanier om het mooi te maken, dus die ga ik jullie laten zien. Ik doe zelf het liefst de staart op de laatste dag voordat ik mijn haar weer was. Ik heb mijn haar eergisteren gewassen. Dus gisteren was dag 2, vandaag is dag 3 en dan morgenochtend was ik mijn haar. Dus de perfecte dag om de staart te maken. En je moet je haar echt, om het mooi te maken, soort catwalk-ish, moet het geprept zijn. Nou, ik heb daar een video van gemaakt. Klik hier om die te bekijken. Heb je nou geen tijd om helemaal perfect te preppen, dan kan je altijd gewoon snel mousse toevoegen en focus je dan gewoon vooral hierop. Want het gaat erom dat je geen haartjes hebt die wegvliegen. Dus het eerste wat ik ga doen is mijn haar goed doorborstelen. Je kan dit uiteraard ook gewoon doen op de dag dat je haar was, maar ik zeg het gewoon meer van het is een tip. Dag 3 zit mijn haar vaak heel lelijk en dan als ik dus een staart doe of zo is het gelijk beter. Ik gebruik mijn Mason Pearson brush. Zorg ervoor dat je een borstel hebt met zachte haren erin, want die maken je haar perfect glad voor de staart. Nou, als ik nu zo doe, kijk, ik zie dat ik hier toch wel wat haartjes heb die wegspringen. Dus ik ga het een heel klein beetje preppen en ik doe dat echt vliegensvlug. Dus de helft omhoog. Onderkant voeg ik mousse toe. Overigens de onderkant hier, dat is natuurlijk die vervelende plek waar altijd haartjes uitkomen. Ik probeer daar dus altijd iets meer mousse te doen. En feunen. Ik ga gewoon deze hele kant in één keer zo doen. Oké, klaar. Andere kant. Ook dit stukje hier. Bij mij vliegen er vaak zo haren uit. Goed mousse erin doen. Als je nog mousse op je handen hebt, smeer het echt over die haartjes hier. Zo, de onderkant is gedaan. Nu de bovenkant. Ook in twee delen weer. Als je nou de dagen ervoor al iets in je haar hebt gedaan, dan hoeft dit natuurlijk niet. Ik heb alleen een heel klein beetje mousse gedaan toen ik het net had gewassen, maar echt een klein toefje. Het principe prep is gewoon dat je het stugger maakt door er iets in te doen. En als je elke dag er wat nieuws bij doet, dan wordt het gewoon vies. En deze kant. Oké, het is nu geprept. Het is een stuk dikker. Ik ga iets lager zitten, zodat jullie het goed kunnen zien. Wat ik nu ga doen, is ik ga mijn haar voor de helft opsteken. En je kiest, dit is belangrijk, waar ik mijn vingers nu plaats. Want de plek waar ik de lijn trek, iets daaronder gaat de staart zitten. Dus doe ik dit, zo, dan maak ik mijn staart hier. Doe ik dit, zo, dan maak ik mijn staart hier. Dus trek die lijn, doe je zo met je nagels. Je begint hier bij je oren, dus zeg maar die bakkenbaarden neem je zo mee. En dan ga je omhoog. Ik ga hem vrij hoog maken, zodat jullie het goed kunnen zien. En heel belangrijk, gebruik je nagels en niet gewoon je vingers, zodat je een beetje een strakke lijn hebt. Je kan ook gewoon een puntkam gebruiken. Zo, dit is dus de scheiding. En dit borstel ik nu even naar voren. En dit zet ik hier vast. Even niet naar om te kijken. Zo. Borstelen. Let op dat je niet hier wat uittrekt. Nu heb je dus een deel boven, een scheiding en een deel onder. Wat gaan we doen? We gaan met de onderkant een hoge staart maken. Dus hier. Je trekt alles met je borstel, met zachte haren, heel belangrijk, omhoog. En daar was trouwens dit ook voor. Heb ik door jullie ook ontdekt, maar in de les heb ik echt geleerd hoe je dit moet gebruiken. Dit is een elastiek, wat je dan haakt en dan eromheen. Nou, ik ga dat nu niet gebruiken, want dat is echt, weet je, als je met modellen werkt, als je bij iemand anders het haar doet, is dat handig. Maar ik vind het niet handig bij mezelf, dus ik ga gewoon een good old rubber band gebruiken. Ik heb er twee, je hebt er dus twee nodig. Dit omhoog borstelen. Ik zal even de achterkant laten zien. Borstelen, borstelen, borstelen. En omdat je het geprept hebt,
komen er geen kleine haartjes die wegvliegen. Je weet toch wel dat rare bobbeltje dat je hier soms krijgt als je een staart maakt? Dat je echt... Ah, je komt er gewoon niet vanaf. Je maakt staart, je hebt altijd een bobbel hier. Ik weet de truc om er vanaf te komen. De truc is, wanneer je borstelt, moet je je hoofd naar achter kantelen. En dan borstelen. Let op, als je hem dan recht houdt, dan zit dit zo strak dat dit geen bobbel meer wordt. Tadaa! Zie je nou wel rondvliegende haartjes? Kijk goed in de spiegel. Neem dan een haarspray. Ga er zachtjes overheen. En dan gewoon weer met de borstel eroverheen. Nou, als je denkt dat het helemaal glad is, doe nog één keer de check. Is het bobbelig hier? Ja, nog één keer erdoorheen. Dan kan je je elastiek nemen en dit bovenin vastmaken. Zo, nou niet gaan trekken aan die staart. Normaal, ik vind dat leuk. Als je trekt, dan krijg je een beetje volume en bobbeltjes. Nee, dat wil je nu niet. Kijk, hij zit er nu in. En soms moet hij opnieuw, zoals nu. Dan denk ik, nee, ik voel toch een bobbel daar. En dan, het enige wat je doet, is gewoon eventjes elastiekje eruit. Eén keer nog erdoorheen met de borstel. En elastiekje weer erin. Nou, we gaan verder met de volgende stap. We hebben natuurlijk dit deel nog. Dat maak je los. En dit ga je vervolgens hier overheen over dat andere deel borstelen. Heel voorzichtig zijn dat je dit niet kapot borstelt. Dus je gooit eigenlijk dit naar achter. En dan zo. Vooral hier moet je voorzichtig zijn, want hier zit een stukje met haar wat al vast zit. En dit borstel je zo achter. Nogmaals, omdat je het geprept hebt, blijft het goed zo staan. Zo. En wat je nu gaat doen is, je gaat dit haar toevoegen aan deze staart. Dus eigenlijk, je doel is om dit hier te krijgen. En dan met een elastiekje eromheen. En ook hier geldt, als je haartjes ziet die wegvliegen, zoals dit hier. Een beetje spray toevoegen. En borstelen. Vergis je niet, dit kan langer duren dan je denkt. Mijn docent vertelde dat als je met een model bezig bent en een staart, je hebt niet veel ervaring, dan kan je wel 2 uur bezig zijn. 2 uur voor een staart, maar ja. Zo, nou, ik heb al het haar nu zo vast bij dat elastiekje wat er al in zit. En ik heb nu een ander elastiekje om mijn hand, mijn andere hand. En hiermee ga ik het vastmaken aan de andere staart. Dus zo, nu heb ik al het haar plus die andere staart vast. En dit ga ik samen zo in 1 staart maken. Let op dat er geen dingetjes uitkomen of bobbeltjes of wat dan ook. Nog een beetje spray voor een paar plukjes. En de beste spray hiervoor is Elnet. Mijn Elnet is net op, maar gewoon een hele zachte, luchtige haarspray is het best. Niet zo'n krokante. Nee, dat wordt echt vies, krijg je van die stukjes. Oké, de staart zit erin. We willen hem natuurlijk helemaal catwalkjes afmaken. Dus we gaan er iets omheen doen. En de beste manier om dat te doen is om een plukje van onder te pakken. Eigenlijk van de onderste staart. Zo. En daar bijvoorbeeld een vlechtje in te maken. Of iets van een twist. Of nou ja, als je het gewoon op de simpelste manier wil, dan pak je dat plukje en die draai je er gewoon omheen. Redelijk strak. En dan neem je zo'n pinnetje. Ik snapte nooit hoe je die moest gebruiken. Maar nu ik het snap, wil ik niks anders meer. Dit doe je eigenlijk om dat stukje heen en dan draai je een beetje en dan schuif je hem zo in de staart. Zo, steek nu volgens mij een plukje uit, dus doe ik er nog eentje erin voor zekerheid. Zo, en dit is hem. Dit is de strakke staart zoals ze bij de catwalk doen. En hoe ik het heb geleerd bij Bee Academy. Je doet het dus altijd in 2 delen, altijd een onderkant. Die je zo hoog mogelijk pakt als je een hoge staart wil. Je kan natuurlijk ook laag doen. En een bovenkant. En dan kan je er natuurlijk ook nog mee spelen door de bovenkant te toeperen en zo. En iets geks ermee te doen. En een stukje eromheen. En dan, dit is het. Dit is de manier hoe je een strakke staart maakt. Dit is hoe hij er van achter uitziet. Ik kan hem dus zeker nog niet perfect. Want ja, je moet gewoon heel veel oefenen daarmee. Maar ik probeer zoveel mogelijk te oefenen. En
Ja, ik doe hem vaak bij mezelf en ik vind het toch wel mooi staan. En weet je, als je dit dan goed shaped, dan kan dat zo mooi staan. Ik zal hem even close-up ook laten zien. Ik heb helaas donker haar, zie ik niet super goed. Maar ja, dit is hoe het eruit ziet. En strak. Ik hoop dat jullie mijn tutorial voor een strakke staart een beetje leerzaam vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Nou, ik ben bij Umami en ik zit nog even te wachten. En we sparen rood. Ik drink altijd spaarrood als ik uit eten ga.